Ook in Gent. Mijn naam is Erik. Ik werk als leidinggevende een vijftal jaar voor GVS. Mijn verantwoordelijkheid ligt voornamelijk in Oost- en West-Vlaanderen en met heel veel nadruk op de stad Gent. Ik ben Madeleine, ondertussen 3,5 jaar in dienst als bewakingsagent. Mijn vaste post is de BIPI, de Bibliotheek de Waalse Krook. Onze shiften duren van 6 uur 's morgens tot 7:15 's avonds, met een wissel om 13 uur. Hier staan onze computers waarmee we de camerabewaking doen en het mailverkeer in de gaten houden, zodat we overal op de hoogte zijn, telling, batchen, die vertrekken. Camerabewaking is heel belangrijk, een belangrijk onderdeel bij de job. We zien binnenkomend publiek, buitengaand publiek en wat er op de verdiepingen zich afspeelt. Dan hebben we daar nog de brandmeldcentrale. Als er hier alarmen binnenkomen, dan zien wij waar die alarmen ontstaan zijn. Dan gaan wij ter plekke gaan kijken en eventueel de brand blussen als het nodig is. Bij 2 alarmen wordt ook een evacuatie ingeschakeld en dan eenmaal dat alarm in dienst is, wordt er sowieso geëvacueerd. En dan gaan we nu aan onze rondes beginnen. Ik ga nu met Titan de tech scannen, zodat ze weten dat we hier geweest zijn. Hè. En hier heb je ook het klavier, hiermee kunnen we het alarm bedienen, uitzetten, aanzetten, dat ook natuurlijk eenmaal de bewaking staat. Wat is de code? Dat gaan we niet zeggen. Een van de taken tijdens de ronde is aan de rooddeuren voelen. Alles op slot. Alles op slot. We zijn in de kelder van het gebouw. Hier staan alle technische installaties, onderdeel ervan. En zijn we op weg naar de kern van het gebouw, het boekentransportsysteem. Hier kijken wij naar of er veel boeken zijn toegekomen onder de nacht, of dat alles oké verloopt. In eerste instantie bellen wij altijd iemand op die dat dan kan komen oplossen. We hebben nog eens de brandmeldcentrale, ook het overzicht van waar alle rookschermen hangen. Elk lampje is een rookscherm en als dat lampje brandt, is het rookscherm naar beneden. De sprinkler is kapot, dus dan moeten wij melden. En dat doen we via ons communicatietool. Wij noemen dat mijn Titan. Hier hebben we de lockers. Er is gekozen voor een transparante deur, zodat wij de inhoud altijd kunnen zien. Soms gebeuren er ook diefstallen met de lockers. Ook in dat geval moeten wij ingrijpen. Maar momenteel, zoals je ziet, zijn ze niet in gebruik wegens coronamaatregelen. Gebeuren er wel eens ongevallen op de trappen, Madeleine? Jawel. Het zijn scherpe randjes en die kunnen lelijke wondes veroorzaken op de ledematen. En dan ben je als bewakingsagent ook opnieuw verantwoordelijk om de mensen te verzorgen. EHBO? EHBO, wij zijn allemaal opgeleid om EHBO toe te passen. Op elk verdiep hebben we een koffer en in ons eigen lokaal hebben we ook nog een koffer liggen.